kleine wieltjes, hè? Dat is het probleem. Het moment. Ja, waar we allemaal op hebben gewacht. Maanden en maanden naartoe werken. De freewheel, wat een ervaring. Het is vandaag 1 juli 2020 en wij zijn in Moordrecht bij Double Performance om iets te testen waar wij al heel lang ons ogen op hebben laten vallen. En nu willen we toch eens even kijken of dat nou echt zo fantastisch is als het lijkt. Het freewheel. Dat doet me wel denken aan een bos. Een bospad, oké. Nee, gaan we eens proberen. Gaaf. Oh, dit is zo lekker. Zit je nou op? Ja, voel je dat? Bizar. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Dat was een zeer geslaagde test. De freewheel, wat een ervaring. Oh. Maar om het freewheel op de rolstoel te monteren, moeten eerst deze losse voetensteunen vervangen worden door een vaste voetenplaat. Dus dat wordt stap 1. Oké, dat is het busje van Minipoint. Die zei nou, de medewerker van Minipoint is nu in dat busje. Is heel belangrijks aan het doen. En nu ziet het er dus zo uit. Ben je er blij mee? Ik ben hartstikke blij mee. Nou, spat eraf. Nee, maar het is gewoon fijn. En we gaan nou volgende week woensdag naar Double Performance. Wordt hij erop gezet. 13 januari 2021. Nou, zitten we dan. Zien er goed uit. We gaan het gewoon doen. Dit is wat wij adviseren, dat eigenlijk niet de bedoeling is. De steun moet echt wel vastgelast zijn. De hoek te verstellen. Ja. Want er komt zo meteen een klem. Je komt daarop te staan, dan komen je voorwielen, die gaan omhoog. Ja. Dan hangt eigenlijk heel het gewicht hangt zo op de klem. Dus je wil die draai maken. Ja. Ja. En er zitten twee klemmetjes zitten nu onder de voetenplaat. Die dat plaatje eigenlijk op die buis van de stoel klemmen. Mm-hmm. Daar komt wel heel veel kracht op te staan. Dus bij het aankoppelen, wiel naar voren. Dat werkt maar goed. Zo kun je vastklikken. Als je druk zet. Ja, is niks. Te veel speling daarin dan. Dus er moet gewoon een buisconstructie onder komen die voetenplaat van zijn plek uit. Wiel is goed aangebracht zoals jullie zien. Die zijn lekker van de grond af en ik zou naar buiten kunnen gaan, maar ik heb het nog niet gedurfd, want het werkt dus niet. Moet je nagaan, ik druk het plankje ietsjes naar beneden. Hij knikt al in een neergaande positie. Ik ga nu even zitten erop. En dan zul je zien dat de wielen alweer de grond raken. Het is vandaag 27 januari. We zijn op weg naar Moordrecht. Want hij ligt hier, de doos. Daar zit freewheel in. En vandaag gaat het dan gebeuren. Gaan we eindelijk goed installeren. We gaan namelijk wat buisjes onder de voetplaat installeren. Nou, dat was poging 3. We rijden nu weg bij Double Performance. En het plan was dat er een paar buisjes onder de plank zouden worden gelast. De voetplaat. Die zitten er, die buisjes. Maar die heeft er veel te dunne buisjes onder gedaan. Die ook weer doorbuigen. Dus voor de derde keer rijden wij nu weg zonder een freewheel. Oké, ik heb één voordeel. We hebben een hele mooie rolstoel. Die laat ik straks wel even zien. Maar na het weekend gaat die komen. En heel goed. Ze komen hem brengen. Hij zegt ook veel. Dat vond ik echt heel gaaf. Ja. Dit is nu de derde keer dat we een uur heen en nu weer een uur terug rijden. Eigenlijk de vierde keer zelfs al. De eerste keer. Was om te kijken hoe gaaf het freewheel eigenlijk is. Ja. Of het überhaupt gingen kopen. Maar goed, uiteindelijk zei hij, zal ik hem dan komen brengen, dan hoeven jullie niet helemaal meer in de wind te rijden. Nou, dat vond ik wel weer wederom super goede service van Double Performance. Juist, Double Performance kan hier helemaal niets aan doen. En ik vind het een ongelooflijk tof bedrijf. Het is er een goede sfeer, de service is uitstekend. Werken capabele mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Ze denken met je mee. Ik ben zwaar onder de indruk van Double Performance. Ze doen dingen die ze eigenlijk helemaal niet hoeven te doen. Nee, absoluut niet. En goede contactpersoon. Ja. Ja. Tevreden. Wordt vervolgd. Zo. Nou, dit is het moment.
het moment. Ja, waar we allemaal op hebben gewacht. Maanden en maanden naartoe werken. Oh. Het 5 keer is scheepsrecht moment of zo. Yo. Juist. Zo makkelijk aan maak je hem los. Oh ja, ze zit gewoon vast aan een dingetje. Nou, hier gaat hij op de stoel. Beetje zo in het midden. En gaat hij het zo doen. Wat hier gaat dit? Dit scheelt zoveel. Ik heb nu echt het idee dat ik gewoon een heel stuk van het leven weer terug heb. Want vroeger moesten we hierom terug. Ja. Dan ging ik hierin glibberen en glijden. Ja, dan bleef je vastzitten met die kleine wieltjes. Niet normaal, man. Ik ga nou overal doorheen, joh. Het is...